Sinds 1986 zijn er in Groningen meer dan 1000 aardbevingen geweest. 15 daarvan hadden een kracht van 3 of meer. Dat zijn flinke bevingen. Dat komt doordat ze niet zo diep plaatsvinden, op zo'n 3 kilometer. Natuurlijke aardbevingen zitten veel dieper, op 10 kilometer. Dan zit er een veel dikkere laag aarde bovenop die de schok kan dempen. Aardbevingen veroorzaakt door gas hebben dus veel meer gevolgen. Lees schade.